Chris Segers? Chris Segers? Chris Segers. Ik hou van reizen. Ik heb de hele wereld al gezien. Ik heb Bangkok gezien, Thailand, Vietnam, alles. Ben je al begonnen? Ja, lang. We waren al op reis, man. Mijn naam is Hartgren Meijhuizen. Ik ben 47 jaar en ik kom hier imiteren. It's gonna be great, it's gonna be huge, it's gonna be tremendous, really. I'm gonna tell you, it's gonna be great, really. Ik wil Nederland laten zien dat het nog mogelijk is om goed te imiteren zonder AI. Gewoon met een microfoon. En met een stem. En meer niet. Wat een talent. Heel natuurlijk. Heel natuurlijk. Wat een talent. Ja. En dat allemaal uit één zaadcel. Mijn carrière leek een mooie weg in te slaan. Een talkshow benaderde mij om mee te doen met het creatieve team. Dus stemmetjes nadoen, imitaties. Uiteindelijk is die talkshow niet doorgegaan. En dacht ik ook van, hé, daar gaat mijn kans. En nou, nu is deze kans en die pak ik volledig. Het weer voor morgen. Morgen zijn de temperaturen nog beter dan vandaag. Het geeft de barbecue-temperaturen een dikke 9. Wat goed. Wie was dat? Weet ik niet. Nee, ja. Bijna. Ik was bijna bekend van tv, ja. Ik ga vanavond contact maken met het Hiernamaals. En dan ga ik proberen 3 bekende Nederlanders die daar zijn door mij te laten spreken. Hallo. Hallo. Wie ben je? Mijn naam is Hartger Meijhuizen. Hartger Meijhuizen. Hartger. Ja, ik moet het elke keer heel vaak zeggen. Ja, dat snap ik. Snap maar ja, ik. Heb je ouders daar niet over nagedacht? Jawel, heel goed. Heel goed. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Wapserveen. Wapserveen? Ja. Het is allemaal een beetje typisch. Ja. Wapserveen. Wat ga je doen? Ik ga 3 bekende Nederlanders imiteren. Wanneer kwam je erachter dat je dat kon? 30 jaar geleden op een scooter. Ja. Je zat op je scooter in Wapserveen? Wapserveen. Wapserveen. Ik zat op mijn scooter en op een gegeven moment hoorde ik een bekende Nederlander. Ik denk, hey. Maar in je hoofd of gewoon echt? Ik was echt aan het rijden en praten tegelijk. En toen dacht ik, hey. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Johan Cruijff, hoor je mij? Zou je nog eens 1 keer kunnen uitleggen hoe het is om een goede penalty te nemen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je loopt naar de keeper en dan zeg je tegen de keeper, ik schiet hem in de rechterhoek. Dan denkt de keeper, dan gaat hij naar de linkerhoek. De tweede manier is dat je dus... Ja, ik snap hem. Ik snap hem. De tweede manier is andersom. Ik hoor het wel. Dat is logisch. Oef. Edson hoort het niet. Willy Bart, ben jij daar ook? Dat is echt ongelooflijk wat hij doet, hè, die jongen. Hij heeft beneden altijd gelijk, boven heeft hij ook gelijk. Hè? Het is toch fantastisch, hè? Ja, maar wat doe je zo al boven? Ja, ik ga achter de vrouw aan, hè. Vind ik fantastisch hier. En wat doe jij daar beneden dan? Ja, ik doe auditie. It all sounds the same. Got talent. Met mijn imitaties uit Wapserveen. Ik heb hier Piet Paulus maar ook nog even. Die wil ook nog wat zeggen. Het weer voor morgen. Morgen geef ik de barbecue-temperaturen een dikke 9. Ja, en morgen zal de regen ook wel meevallen. Hoe ging het voor jou? Een 6. Yeah. It's not even possible for me to give an opinion on this. Because I don't know the people well enough. Het eerste wat ik dacht, als iemand niet Johan Cruijff gaat doen. Ja, dat is best wel vaak gedaan. Nou ja, we gaan stemmen, Dan. I'll let you vote first. Oké, nou, Edson? Voor mij is het een 1. Chantal? Een 9. Weet je het al? Well, it doesn't really matter what my vote is at this point, because it's so... Yes. Ah. Ik zeg nu ook nee, maar dankjewel. Bedankt.